pakken, en pakken. Nou, er is nog niet. Pakken roken en tjan. You can drama for you and me, my one for love, so at the bro, you never pass me. Look, don't take you pass me, sorry, tapo, see you, oh, lassie. Yes, you can give you for Ik ga je eerlijk zeggen, van Nederlands weg. Als je nu gaat gelukkig met beide vrouwen, dan wordt je de trakata uit die moelangen. Maar ook nog Baete en Tamara, die hebben hier een keer eens vergadering naar VP, naar Sofie Mostrati. Dat is er dan een soort van pakken wat doet hij hier, maar dat we danko à la goddamn. Morgen kan ik de Surinaamse samenleving in Suriname en buitenland ervan garanderen dat wat ze hebben gezien gisteren, wat ze vandaag hebben gezien, morgen wordt het 5 keer erger. We gaan opschalen. Laat ze horen! Sofie dat Mostra, tienen met die potten en pannen. En even op tap de score, op tap de score. Even op tap de bus, op tap de bus. En moet doen als aan die, wat doen als aan. Met de machine dat gaat ontevreden heet. Die is aan de politiek, die is aan de volle koestranden. Laat je horen! We gaan opschalen in stad en district. En we gaan ervoor zorgen dat de regering tot het verstand wordt gebracht. Dat het zo niet verder kan. Minister van HI, Economische Zaken, vindt u dat het goed gaat in het land? En dan heb ik een gewetensvraag. Als u ook weet of vindt dat het niet goed gaat in het land en u zegt dat u hart hebt voor Suriname, dan vragen wij u, het volk van Suriname, uw portefeuille neer te leggen. Maar mij was stel een vraag. Zal mij stellen minister voor HI. Heeft de volksvertegenwoordiger zal mij naar jouw pot dappen. Heeft de mijn vriend dat ik kon doen en draaien boem. En dat ik straks aan mijn pina. Dat is mijn lichte functioneer. En ik heb die minister van Economische Zaken een gewetensvraag gesteld. Ik heb de parlementariërs een gewetensvraag gesteld. Als ze zeggen dat ze het menen met het volk en het volk pinaart, dan zouden ze allemaal hun portefeuille ter beschikking stellen van de president. Want dit, wat er gebeurt, is niet goed. Het is niet bevorderlijk voor ons. Het is niet bevorderlijk voor onze kinderen. Het is niet bevorderlijk voor onze kindskinderen. Dit wil je niemand aandoen. Dit wil je absoluut niemand aandoen. En dan voeren ze aan de actie. Naar de stad zijn beloofd voor zijn verkiezing. Je bent gewoon binnenland. Naar de motor, naar de plein.
Huis aan huis, we beloofden het aan u. Hoe wij snapt dat want of de staan, meneer, de heer Sprookjes. De man met dat gratis bus en bootvervoer voor alle schoolgaande mensen vanaf 18 jaar. Hoe wij snapt dat autoriteit. Elke keer is er in die geschiedenis van Suriname een knik, een kink. En het zijn elke keer weer onze mensen. Het is niet de kolonisator. Elke keer krijgen we schuld, kolonisator, deskolonisator. Dat is niet de kolonisator. Het zijn onze mensen die ons verloochenen en die ons in verliegenheid brengen. En dit kan niet. Ik doe dit omdat ik niet wil. Ik weiger. Ik weiger dat mijn kinderen en kindskinderen dit moeten komen staan doen. Het is belachelijk, ronduit belachelijk. Het 17e rijkste land op aarde. Wat hebben we bereikt? Kijk om je heen. Wat hebben we bereikt? Geen enkele duurzame ontwikkeling in Suriname. Een heleboel wordt er geschroot. Er wordt geswiped met een heleboel papieren. We hebben een batterij aan deskundigen. We hebben een plan, een herstelplan. We hebben dit, we hebben zo. En hoor patiëntie, ik kwam meneer Kentel Taki. We hebben het even tijdje, omdat de tien voor ons moest het even doen. We kunnen alle kregen. Mensen, zo mijn lee. Bravo, ontwikkeling. In het begin hadden we misschien geen vertrouwen, maar hoe ik een kans, hoe ik een jansi, dat ik iets heb staan, hoe ik dit man zit. Want dat man komt in stad en district, binnenland, tik botto, tik vliegtuig, huis aan huis. En hetzelfde dat hij heeft gedaan, gaan wij ook doen. Het komend weekend, dan gaan we ook in die ghetto's. Dan gaan we die mensen vragen, als ze bereid zijn om nog 3 jaar te wachten. We gaan ook naar Sunny Point. We gaan naar Texas, we gaan naar Jamaica, we gaan naar Rango, we gaan naar Goede Verwachting, we gaan naar Wintiwai, we gaan naar Flora. We gaan overal waar deze regering is geweest om stemmen te winnen, gaan we die mensen vragen als ze hiervoor hebben gestemd. En we gaan ze vragen of ze die behoefte hebben om nog 3 jaar te wachten en als die situatie niet al uitzichtloos genoeg is geworden. Het is ronduit belachelijk. Oké, regering. We hebben een president en we hebben een vicepresident en we hebben nog steeds vertrouwen dat ze dat kunnen. En als ze bewijzen dat ze dat niet kunnen of niet willen, dan gaat het anders moeten gebeuren. De boodschap is duidelijk. Morgenochtend, 10 uur, regeringsgebouw. En ik wil maar... Chan Ellie, dat we tegen je broer zitten, Ellie, ook doen.